80% van de landbouwers vindt het een taak van de landbouw om zorg te dragen voor natuur, milieu en landschap. Dat blijkt uit een bevraging die het departement Landbouw en Visserij vorig jaar uitvoerde rond agro-milieumaatregelen. 68% voert ook natuur- en milieumaatregelen uit waarvoor ze niet financieel aangemoedigd worden. Mooie cijfers, maar wat zijn agro-milieumaatregelen nu precies? Agromilieumaatregelen zijn verbintenissen die de landbouwer kan sluiten met de Vlaamse overheid voor een periode van 5 jaar. De landbouwer gaat er zich toe verbinden om bepaalde milieuvriendelijke praktijken toe te passen. Het zijn enkel actieve landbouwers die daarvoor in aanmerking komen. Een eerste agromilieumaatregel is het onkruid vrijhouden van een perceel met een schoffelmachine. Daardoor moeten er dus geen pesticiden gebruikt worden. Er is ook het inzaaien van een bloemenveld om de biodiversiteit te versterken. En als derde is er de feromoontechniek in de fruitteelt. En er is ook bijvoorbeeld de maatregel voor het behoud van lokale veerassen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Vlaams schaap en de premie voor het wit-rood ras van Oost-Vlaanderen. In ruil krijgt de landbouwer een premie per hectare of per dier. In deze reportage gaan we in op een aantal agromilieumaatregelen van het departement Landbouw en Visserij. Maar ook de Vlaamse Landmaatschappij biedt beheerovereenkomsten aan. Voor onder meer de aanleg van een grasstrook op erosiegevoelige percelen. Of het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten en knotbomen. De meest bekende agromilieumaatregel is ongetwijfeld de teelt van vlinderbloemigen, zoals grasklaver, luzerne of veldbonen. Minder bekend is de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting. Deze teelt fixeert koolstof in de bodem en vraagt ook minder bemesting. Een andere agromilieumaatregel is het mechanisch onkruid vrijhouden van een akker. Joram sloot een 5-jarige overeenkomst om een aantal bloemkoolpercelen onkruid vrij te houden via mechanische onkruidbestrijding. We telen hoofdzakelijke bloemkool, groene selder, prei, spinazie, boon en vroege aardappel. In het voorjaar, dus bij het invullen van de verzamelaanvraag, wordt er gevraagd welke perceel we dan gaan mechanische onkruidbestrijding toepassen. Dus dan moeten we dat heel het jaar in de achter zijn. Mechanische onkruidbestrijding is het systeem van geen chemische producten te gebruiken tegen onkruiden. Doordat we de grond oppervlakkig bewerken, verbreken we het groeistadium van het onkruid en ook een beetje milieubewust. Ook het grondwater wordt ermee bespaard. We moeten toch er ook een beetje aan meewerken voor het milieu te beschermen. Hè. Per hectare waar Joram mechanische onkruidbestrijding toepast, krijgt hij binnen de overeenkomst een vergoeding. Ook fruittelers kunnen intekenen op een agromilieumaatregel. Zij kunnen de verwarringstechniek toepassen, waardoor aanzienlijk minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Dankzij de verwarringstechniek worden de fruitmot en bladrollers op milieuvriendelijke wijze bestreden. Op dit ogenblik wordt de verwarringstechniek al toegepast op ongeveer de helft van het areaal appelen en peren in Vlaanderen. Het verwarren gebeurt met speciale dispensers. Dat is een dispenser waar dat lokstof van het vrouwelijk insect inzet van de fruitmot. En dat wordt geleidelijk over heel het groeiseizoen komt dat vrij. Dat vormt eigenlijk een wolk boven de boomaard. Van die dispensers hangen er zo'n 500 per hectare uit. Wij hangen die uit eind april. En dat blijft hangen tot na de pluk. En zo wordt eigenlijk het mannetje verward. Hij vindt geen enkel vrouwtje meer om te kunnen paren. En zo kunnen we eigenlijk dat insect bestrijden, biologisch bestrijden. Van het departement van Landbouw en Visserij krijgen wij een subsidie om deze feromoonverwarring aan te kopen
en wij moeten die zelf uithangen. Met een controlevalletje observeert Stefan de doortocht van de motjes. Sinds hij verwarring toepast, ziet hij nauwelijks nog motten in zijn boomgaard. Een laatste agromilieumaatregel die we kort voorstellen is de premie voor het behoud van de lokale rundvee- en schapenrassen. Bepaalde van die rassen zijn met uitsterven bedreigd, omdat het economisch interessanter is andere rassen te houden, die meer vlees leveren of andere voordelen hebben. Door de bedreigde rassen in stand te houden, is het mogelijk specifieke eigenschappen van de rassen te kruisen met bestaande rassen en variëteiten. Zo zijn deze rassen een soort van levende genenbank. Heeft u als landbouwer interesse in een van deze agromilieumaatregelen die milieu en klimaat ten goede komen, dan kunt u tussen 1 oktober en 30 november een verbintenisaanvraag indienen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. De verbintenis geldt voor 5 jaar en gaat in op 1 januari van het volgende jaar. Bij de aanvraag moet u ook opgeven voor welke oppervlakte of hoeveel dieren u de verbintenis wil aangaan.